Oké, ja, mijn mooiste herinnering van 2018 met Jip. Het zijn er meerdere, maar als ik dan kies, dan zal het Veenhuizen zijn, het poortje, waar we ruim een week bezig zijn met de jongeren. En dat is dan ook niet één moment, maar dat zijn de meerdere groepen en de meerdere jongeren die je dan gewoon ook een week lang in je buurt hebt. De dingen die dan ontstaan, dan krijg je ingangen bij de jongens. Ja, nee, er was zeker een jongen die er uitstak in mijn herinnering ook. En dat was gewoon het karakter. Over het algemeen maak je veel jongens mee die de eerste lessen al met tegenzin beginnen, omdat ze niet weten wat ze te wachten staat. Maar deze jongen die kwam er al fris in. En ik wist al bij het begin af aan dat hij een flinke bagage had. Maar ik voelde dat hij mij begreep, dat ik met de beste intenties kwam. En er werd, ja, ik kreeg gewoon vleugels door hem, doordat hij mij ondersteunde. En waarom dat zo'n groot moment is, omdat ik wil wat uithalen daar. En in mijn eentje kan dat, maar als ik dan de kracht van de jongens zelf ook nog meekrijg, dan is dat, ja, dan zit je raak, denk ik. En dat is een van de dingen, er zijn er veel meer hoor, maar een van de dingen die me goed bijstaan.